En dan nu het verhaal over een jonge vrouw die pas na haar dood een dubbelganger kreeg. Dat klinkt al raar, maar na die ene dubbelganger kreeg ze er nog één. En nog één. En uiteindelijk duizenden dubbelgangers. Dat verhaal begint heel triest. In het Parijs van 1888 wordt een dode vrouw van begin 20 uit de Seine opgedricht. Ze is verdronken. Waarschijnlijk is ze gesprongen, heeft zelfmoord gepleegd. Het lijk van de jonge vrouw wordt naar het mortuarium gebracht, om daar achter glas te worden gelegd, in de hoop dat er iemand langskomt die haar herkent. Maar er komt niemand. Er gebeurt niets. Niet iemand die haar herkent in elk geval. Er komen wel mensen kijken naar haar, want ze heeft een hele mooie glimlach op haar gezicht. Waar de drenkeling vandaan komt, dat is een mysterie. De dienstdoende patholoog in het mortuarium die maakt een gipsafgietsel van haar gezicht. Misschien voor latere identificatie, misschien ook omdat hij geïntegreerd is door die glimlach. Het was in de 19e eeuw heel gebruikelijk om een dodenmasker te maken van gips. En het masker van die vrouw die komt vanuit het mortuarium al snel terecht in de winkel. Wordt vele malen gekopieerd, omdat het zo'n mooi, mysterieus gezicht is, waarvan de identiteit een mysterie is. En overal hangt ze, tenslotte aan de muur na een paar jaar, deze onbekende uit de Seine. L'inconnu de la Seine, zoals ze gaat heten. Kunstenaars en schrijvers laten zich door haar inspireren. Rilke, Nabokov, Albert Camus schrijft zelfs over de verdronken Mona Lisa. En dan gaan nog allemaal verhalen dat ze de helft is van een eeneiige tweeling uit Liverpool, die naar Parijs vertrok en daar van de brug sprong vanwege een ongelukkige liefde. Dat het een Hongaarse actrice was met de naam Eva Laszlo, die in Parijs werd vermoord door haar minnaar. Maar het is nooit opgelost. De vrouw is nog steeds l'inconnu de la Seine, 125 jaar na haar dood. Ja, en dat moet ze misschien maar blijven, zou je zeggen. Want ja, als ze helemaal een mysterie bindt. Hoe dan ook, al die kopieën van het gezicht van l'inconnu de la Seine die vallen er niet bij de honderden miljoenen die haar nog zouden kussen op haar gezicht. Aan de lijn heb ik Chris de Wulf. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer de Wulf. U bent sinds jaar en dag werkzaam bij de firma Laardal in Stavanger, in Noorwegen. Begrijp ik dat goed? Ja, ja. Dat klopt. We gaan naar het jaar 1954. Wat gebeurde er toen? Wel, de eigenaar van de firma, Asmund Laardal, was in feite een speelgoedmaker. En die had zich gespecialiseerd in het maken van speelgoedautootjes in plastic, kinderboeken en poppen voor jonge dames. Ja. Nu, die bewuste dag gaat hij met zijn kinderen gaan spelen buiten in de fjord. En wat merkt hij, zijn jongste, 2 jaar ongeveer was hij toen, die dreef levenloos in de fjord. Hij heeft zijn kind uit de fjord gehaald, kind ademde niet meer, heeft hem ondersteboven gehouden, echt in paniek, niet weten wat te doen, maar uiteindelijk, gelukkig, de kleine kwam terug bij en de kleine was gered. Ja. Nu, dat was een beetje dramatisch en hij dacht, god, ben ik nu de enige die zoiets voor heeft? Hij is naar de kustwacht gegaan en gevraagd, kijk, wat kan ik daaraan doen? Valt het meer voor? Zijn er nog mensen die zoiets voor hebben? En zeggen, ja, inderdaad, het gebeurt heel regelmatig. En onze technieken om te reanimeren zijn een beetje achterhaald, want er komt een nieuwe techniek uit vanuit de Verenigde Staten. Ja. Uit Amerika, inderdaad. Ja. En dat is een nieuwe techniek, dat is de mond-op-mond techniek. Asmund Laardal werd daarin echt geïntrigeerd en hij heeft zelfs het vliegtuig genomen, naar Kopenhagen gegaan, om een voordracht bij te wonen van die artsen die deze nieuwe techniek promoten. En inderdaad, een beetje in gesprek gekomen met die artsen achteraf. Ja. En gezegd van, kijk, een van de moeilijkste zaken met de mond-op-mond techniek is het oefenen. Want het is heel belangrijk dat je zoiets kunt inoefenen. Dus moet een pop moest er komen. Ja. Ja. Er moest een pop komen. Ja. Dat kun je moeilijk doen op elkaar. En hij zei, kijk, ik heb de technologie van poppen te maken. Als we nu samen eens even rond de tafel gaan zitten en kijken hoe we zo'n pop kunnen maken. En dat is gebeurd, maar er was geen gezicht. Nog geen gezicht was er. Wel, dat was in die tijd, belangrijk is ook, reanimeren was alleen mond op mond. Nee. De hartmassage was nog helemaal niet in het beeld gekomen. Dus het gezicht was van heel groot belang. Wat was het visitekaartje van die pop?
Want iedereen wil uiteindelijk toch mond op mond doen. Het moet aantrekken, het moet aangenaam zijn, toch ook voor een oefenmateriaal. Dus hebben ze beginnen werken met prototypes, mannen, vrouwen. De mannen waren relatief snel van de baan, omdat de Coast Guards, de hulpverleners, het was toch een typische mannenwereld. Oh, die willen toch niet liever niet de man op te oefenen? Dat... Nee, op mond te halen. Inderdaad. Nee. En dan zeggen ze, kijk, we gaan toch meer naar een vrouwelijke vorm gaan. En Asmund was echt geïntrigeerd door het hoofd. En plots dacht hij aan de hal van zijn grootouders. Hij herinnerde zich daar een masker dat in de hal ging. Hij is naar zijn grootouders teruggegaan. Hij heeft dat masker bekeken. En dan was het inderdaad de onbekende van de scène. En hij heeft zich het verhaal laten vertellen. En dan zegt hij, kijk, dit wordt het. Want uiteindelijk, er is een natuurlijke link tussen de onbekende van de scène, die jammer genoeg ook verdronken is, zijn zoon gelukkig niet. En hij heeft dan uiteindelijk de moele gemaakt en deze moele gebruikt om Recessie-Ann leven in te blazen. Want zo is ze gaan heten, Recessie-Ann is ze gaan heten, hè? Recessie-Ann, ja. Inderdaad. Ja, ja. En in 1960 ongeveer kwam ze op de markt, hoeveel zijn er verkocht van deze? Tot op vandaag? Ja. Laten we zeggen, de volledige full bodies zijn ongeveer 500.000 verkocht. 500.000. Maar je hebt ook torsos en kleinere vormen. We gaan gezwind naar een miljoen aantal poppen. Dus we kunnen gerust zeggen, het is de meest gekuste vrouw ter wereld. Hoeveel mensen hebben haar gekust, denkt u? Ik heb even zitten nakijken en we kunnen rekenen toch ongeveer wereldwijd meer dan 300 miljoen mensen hebben al op Recessie-Ann geoefend. Ach, ja. Zeg maar, die glimlach, hè, die ze had, hè, die verdwijnt natuurlijk, die geheimzinnige glimlach. Zit die ook op die pop? Nee, dat is iets moeilijker, omdat uiteindelijk de mond moet homogeen zijn. Want bij ons in de firma hangen ook veel afdrukken van Ann tegen de muur, dus van de onbekende van de scène. En het rare is, als je naar zo'n moele gaat en je neemt met je hand, je dekt de rechterkant af, dan zie je de mondhoek een beetje treurig zijn. Ja. En dan neem je je andere hand en bedekt de andere kant. En dan zie je Ann lachen. Nu zijn er... Dus het is een heel mysterieus... Ja. Ja. Een heel mysterieuze moele. Nog steeds, ja. De techniek die vordert natuurlijk. Dus ik heb begrepen dat de nieuwste versies van de reanimatiepoppen, die praten terug, hè? Die geven instructies. Ja, dus de techniek staat voor niks. En uiteindelijk, de doelstelling van Ann ook is, we willen zoveel mogelijk mensen laten oefenen, want het is een levensreddende techniek. Ja. Met heel weinig middelen, maar je kunt, tijd is van essentie, kun je uiteindelijk een mensenleven redden. Dus lesgevers, die zijn niet zo dik gezaaid. Iedereen doet zijn uiterste best. Maar nu hebben we ook systemen gemaakt met een computer in de pop, die gewoon feedback geeft hoe dat je bezig bent. Dus Ann gaat ook steeds meer leven, toch? Lincoln Ulla Sen gaat steeds meer leven. Die gaat absoluut steeds meer leven. En miljoenen mensen proberen haar nog steeds te redden, hè? Dat is toch wel een hele bijzondere gedachte. Ja, ja. Elke dag opnieuw. Goed. Meneer De Wulf uit Noorwegen, van de firma Laardal. Dank u wel. Dat is graag gedaan. Fijne avond. Dag.